We zijn vandaag op het social messaging event van Frankwatching in de Jaarbeurs Utrecht. En we hebben vandaag allemaal inspirerende cases van Transavia, ABN AMRO, TU Delft en de NOS. Als het gaat om messaging in Nederland heb je en WhatsApp en Messenger dan heel lang niks. Ik heb verteld dat we aan het begin staan van een tijdperk waarin mensen steeds meer in gesprek gaan via social messaging met bedrijven. Dus bedrijven komen in de contactpersonenlijst van je telefoon. Dat gaat nu nog communicatie met mensen, maar dat wordt overgenomen uiteindelijk door bots en door kunstmatige intelligentie. Samen met mijn collega Mike heb ik verteld wat wij in totaal op het gebied van social messaging doen als ABN. Dat is heel veel. Het zijn natuurlijk heel veel kanalen die tegenwoordig heel groot geworden zijn, waar klanten online contact met ons zoeken. En Mike heeft een chatbot case verteld waar wij mee geëxperimenteerd hebben intern. Op zich, die bot stond vrij snel. Maar om die bot op een gegeven moment te trainen, om de UX goed te krijgen, et cetera, dat is even een stap daarna. En we zijn dus zelfs nu nog steeds niet. Nou, het verhaal van de ABN AMRO vond ik erg interessant. Dat ze en een succes en ook een learnings heel erg wilden delen. En ook het juridische aspect met privacy. Het zijn wel hele belangrijke punten voor ons. Je bent dus begonnen, je hebt een open conversatie, je hebt een relatie gestart. En dus kan je die op een gegeven moment botaniseren. Maar dan moet je wel achterkomen, wat wil Sjoerd en hoe wil hij het? Ik vond de botboys wel interessant. Voornamelijk ook om wat ze zeiden van, wat ga je toevoegen, waar ga je de Sjoerd mee bereiken, zoals ze dat mooi zeiden. En ik denk dat dat een heel goed takeaway dingetje is om mee te nemen in je hele ontwikkeling en benadering van bots. We hebben een social media team en we hebben een online service team. En allebei de teams bestaan volledig uit studenten. Mijn belangrijkste boodschap was dat ik wilde meegeven dat wij heel veel verantwoordelijkheid uit handen geven en aan studenten laten van de TU Delft. En onze ervaring is dat ze daar niet lichtzinnig mee omgaan en dat ze het heel erg goed doen en veel zelf neerzetten, beantwoorden, namens de TU Delft spreken. En dat doen ze supergoed. Vandaag de dag, per dag, slaan wij meer data op dan dat wij in 1992 bijvoorbeeld in een heel jaar deden. Dus de data aanwas per dag is zo enorm. Dat geeft ons weer heel veel mogelijkheden om dat te gebruiken bij het verbeteren van die kunstmatige intelligentie. In mijn dagelijkse werk merk ik heel erg dat er een verschuiving is van social media marketing naar meer één-op-één communicatie via social messaging. Dus de kanalen blijven vaak hetzelfde, maar de manier waarop je gaat communiceren is nieuw en er komen natuurlijk ook wel nieuwe kanalen bij. En ik denk dat iedereen daarmee te maken gaat krijgen en dat het goed is om naar een evenement als dit te komen, zodat je vooruit kan denken en weet wat er komen gaat. Wat we zien is dat straks 50% van alle zoekopdrachten wordt met spraak gedaan. 2020. Wat me tot nu toe bij is gebleven is de presentatie van Erwin van Lun, de trendwatcher. De gedachten die in je hoofd rondgaan, hoe je daarmee om moet gaan. Dat je meerdere chatbots zou kunnen ontwikkelen. Gewoon voor iedere customer, zeg maar één. Ja, dat je dat misschien niet met één bot kan afvangen. Mijn boodschap vandaag is dat we toe moeten naar relevant klantcontact. En dat we data daar keihard voor nodig hebben. Dan kunnen we namelijk heel persoonlijk communiceren. De pilots hebben dienstverlening rechtsteden met name een snelle start opgeleverd. Dat we niet bleven hangen in drempels en projectplannen en aanbestedingen. Maar dat we gewoon gelijk konden starten. Waardoor we ook samen na konden denken over of dit inderdaad de beste oplossing was. Wat het inderdaad was. Waardoor we dus gelijk na de pilot gewoon het in gebruik konden blijven houden. We experimenteren eigenlijk heel veel in het NOS Lab. Daar ben ik, we zijn dus inderdaad begin dit jaar met de chatbot begonnen. Een jaar eerder zijn we al begonnen met het NOS Lab. Om eigenlijk te experimenteren met nieuwe contentvormen, met formats, met producten, met platforms en ook met chatbots. Ja, we zien eigenlijk dat er steeds meer op andere kanalen gebeurt. Bijvoorbeeld op social kanalen. En een chatbot is ook iets wat daar gebeurt. Met name bij Facebook Messenger is natuurlijk wordt dat redelijk gepusht. Dus dat dat willen wij dan ook ontdekken. Het is voor ons weer een andere manier om ons nieuws te brengen eigenlijk. De takeaway is vertrouwen. Het is gewoon het niet weten. Niet zeker weten of iets goed gaat en dan toch het uit handen geven en mensen aan het woord laten die namens jou in gesprek gaan met de klant of met je relatie of met degene die vragen stelt aan je. En dat dan toch durven loslaten, dat is denk ik het belangrijkste.
wat ik zou willen meegeven aan alle deelnemers, wat ook in onze talk zat, is dat het echt een onderwerp is waar je dus de volgende stap op moet zetten. Conversational is niet de silver bullet voor alle uitdagingen die je als bedrijf hebt. Maar het kan een heel belangrijk onderdeel gaan vormen van hoe je met klanten interacteert. Het gaat gewoon een heel nieuw spectrum aan mogelijkheden bieden. En je moet actief experimenteren om te leren wat het voor jouw business zou kunnen betekenen. Het was een hele mooie dag. We waren zelfs trending op Twitter. En we hebben een heleboel positieve geluiden gehoord. Het was veel energie, goede dynamiek. Dus we kijken terug op een hele fijne dag.